Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk weer lekker Prison Architect, hè, jongens. Goed, ik heb er veel zin in, ik hoop jullie natuurlijk ook. Ja. Iedereen. Slaap. Ja, maar goed. Dat komt allemaal nog wel. Wij gaan natuurlijk wel een stukje doorspoelen, want toen komen wat gevangenen aan, daar krijgen wij 19.800 voor. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Die komen om 8 uur aan, dus dat is zo meteen. Dan hebben we het precies. Gewoon in de tweede nog wat. De post van vandaag. Oh kijk, ze zijn er al. Ze zijn al aan het douchen. Oh, stop. Er zijn hier. Dat is vanuit hier. Ja. Ja, we moeten dadelijk hier een douche krijgen. Maar dat komt wel allemaal. Oké. Hun kunnen natuurlijk ook gewoon hier gaan douchen. Yes. Ze komen er bijna aan en dan kunnen we flink doorbouwen. Dan zet ik hem natuurlijk wel weer even op pauze. Zoals nu. Hoppatee. Kopiëren. Dit hop. Kopieer ik stuk voor stuk, hè. Kopiëren. Hier. Dat gaat dus net niet. Nou, ik dacht we gaan wel lekker halen. Maar nee dus. Hoeveel kost dat? 3020. Oh ja, nou en ik heb 913. Maar we hebben dus weer wat flink wat cellen. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 192 gevangenen. Oké, is er maar één bus? Ah, kijk, hier is er nog een bus. Waar gevangenen heen komen. Kijk eens. Eén mens zijn overleden. Oké. Hier is niks gevonden. Nee, ja. Wat gaat hij doen? Oh, die is gewoon... Ah, kijk, hij heeft gewoon... hem... ben liggen te vermoorden. En dat doet hij 50 jaar, wat heeft hij gedaan? Gewapend overal, veroverd, poging tot moord. Rellen heeft hij veroorzaakt. Kijk voor rellen. Ik kom met chling chling. Ah kijk, dat is dit. Oké, nou bouw dat even lekker aan. Dus. Ja, we hadden ook natuurlijk dit door kunnen bouwen, maar dat hoeft natuurlijk niet.
206, 7, 8, 9, 10. Zo. Wat grijze mannetjes en veel oranje mannetjes. Dat is eentje vrijgelaten. Wat heeft hij? Heeft hij eigenlijk uitgezeten of niet? Ja, wat heeft hij gedaan? Roekeloos rijgedrag. Ik hoop dat hij niet weer opnieuw gaat doen. Want hij heeft fraude, maar niet en nog eens fraude gedaan. Toen kwam de roekeloos rijgedrag voor 1 jaar. Krijgt hij gevangenisstraf voor? Voor roekeloos rijden. Er komt ook nog zelfs een lijkenwagen aan. En alles wordt naar binnen gesleurd. Materiaal. Nog een kist. We staan hier mooi in de plus. Dat is mooi. De wakers zijn flink bezig met dit. Hij is bezig. Hier is wat ik gevonden. Hier is een biertje gevonden. Dat mag niet. Geen alcohol. Die dode die is al onderweg. Ah kijk, een houtbewerkstage. Hout. Als jij nou daaraan gaat werken, jongen. Mooi, dan is dat. Dat gaat weg. Moet ik min 694, jongen, jongen. Het staat behoorlijk goed te vielen. Oh shit. Er is ook iemand te klooien. Niet doen. We gaan eens even kijken naar onze logistiek. Ah, kijk, ze zijn flink aan weg. Daar zijn ze aan het werk. Gecorrigeerd de gevangenen 0. Hier. Hier zijn er 2 bezig. Hier is iedereen. Daar natuurlijk niet. Hier zijn 2 met de post bezig. Mooi. Zet die lekker wagen nog steeds daar, joh. Je hebt er best lang over gedaan. Zet wel. Oh ja, kijk, ik moet vanaf. Nou, als je vanaf hier zo loopt, dat. Wat anders. Kijk, we staan weer dus in de plus. Zo. Dit gaat mee. Eten. Zij zijn er nog niet.
14 jaar. 6 jaar. 12 jaar. 9 jaar. 8. Oh, ik denk ik ben nog niet vrijgelaten. Laat me eens even wat herfst op, hè, joh. Hebben we ook knokken? Nou. Als je die hond bewust sloot laten, jong. Dan doe ik je echt wat als je hem doodmaakt. Maar er komt er nog een aan. Mooi. Hij heeft natuurlijk weer wat erbij gekregen. 12 jaar. Hoeveel zit hij? Hij zit nu op 6 jaar. Krijgt hij? 6 jaar. Oh. Gaat gewoon in de boetjes. Moet die deur serieus aan het water open maken, alsjeblieft. Zo. Ah, kijk, hier is weer een bed. Mooi. Neem maar wat. Niet allemaal nog. Verkocht, maar in ieder geval zijn ze weer bezig met het hout. Heel fijn. Ze gaan eten, ik hoop dat ze niet daar klikken te rellen weer. Ik ben er weer bang voor. 205 man. Hoe zit het nou hiermee? Oh, kijk, ze ziet er wel aardig op. Alleen de muren nog. Trouwens deze deur openen. Ja, het, hè. Nou. Zijn de muren niet echt doen. Maak de muur eens goed, jongens. Jullie kunnen het. Kijk hier, dit kan allemaal verkocht worden. Bed. Er komt nog een bed aan. En kijk, nu komt pas de stener aan. Alsjeblieft. We zijn allemaal. Afval erin. Zo. Hoppa, dat wordt allemaal verkocht. Neem jij dit ook mee, jongens? Okay, 1000, 2000, dat is niet voldoende. Hoe zit het nou met de patrouille? Zit iedereen daar? Op dit moment wel. Waker en zet ook op dit moment wel.
Ja. Is eigenlijk niet nodig om meer personeel, hè? Is eigenlijk niet nodig. Eindelijk bouwen jullie dus door. Ik hoop dat ze niet gaan raden, gewoon rustig naar jullie cellen toe lopen. Volgens mij kunnen ze niet hier en nee, zie je? Dat kunnen ze niet. Nog meer metaal aan, joh. Is dat niet voldoende? Nou goed, blijkbaar niet. Maar dit, dat, waarom verkopen ze dit niet? Als je dit ook bij, allemaal bij elkaar kunt erop lijken, kan dat verkocht worden. Hout, dat wordt allemaal bedden van gemaakt. Prima. Waarom zitten jullie hier dan allemaal niet in? Ik denk dat ik al weet waarom. Nou, hier. Is gewoon vrij. En hier ook. En dit stuk is ook vrij. Maar ze moeten flink stuk doorlopen. Hè? Zijn hier wat oranje smaakjes? Nee, alleen rood. Er lopen wel wat. Wat oranje smaakjes. Ja, we hadden net wel wat bedden neer kunnen zetten, maar. Kijk maar, want ze komen daar helemaal niet tot hier aan toe. Kijk op, dan gaan ze weer pauze houden. Dus, maar goed. Ik heb die bedden natuurlijk niet voor niks neergezet hier. Maar goed. Zien we straks wel bij het slapen. In ieder geval zijn hun de cellen in orde aan het maken al. Nou goed, ik denk dat ik het hier zo bij gelaten, jongens. Ziet er prima uit. Alleen dit achterstukje moeten we nog. En dan kunnen we hier weer wat meer mannetjes erbij. En dan kunnen we hier weer wat cellen gebouwd worden. Dat komt helemaal goed. Ik ga het hier zo bij laten, jongens. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, hè? Of niet? Ja. Kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen, jongens. Mazzel!